Wat zit er in de broodtrommel van Pip? Ik kom er zojuist achter dat we te laat zijn, Pip. Hoe vind je het om naar de Berenwoude te gaan? Opnieuw, sorry, Pip. Ik heb hem eigenlijk toch. Wat is een Pools woordje? Debbere. Deze dingen, omdat het gewoon leuk is om mee te knooien. Dan ben je eerste dag gelijk in elkaar staan op school. Hey, kun niet. Sam, die wil nog even een soort van life hack met jullie. Ja, welkom bij een nieuwe video van... Pepakkeltjes! Wat gaat er gebeuren, Pip? We moeten weer naar school. Oh, de vakantie is voorbij. Maar ik vind het best wel leuk. Echt? Pip gaat weer naar school toe. Jesse moet vandaag alleen maar even de boek en zijn laptop ophalen. En Sam is nu weer voor de eerste keer naar school toe. Dat hebben we niet gefilmd, want het was nog een beetje vroeg. Had Sam een beetje zin om naar school te gaan? Nee. Nee. Ik wel. Maar wat heb je voor iets nieuws? Kijken? Een nieuwe tas. Oh ja, yeah. Wat een grote tas. Wat zit er allemaal in? Jongens, als jullie denken, waarom heeft hij een latex pakje aan? Dat, wat is het? Waarom heeft hij dat kleren. Aan? Oh, dit zijn kleren? Ja. Oké. Okay. Misschien is het 9 vakken of 10 vakken. Of, zo. Of 7 of 6 vakken. Oké. Okay. Dit van de papegaaien. Dit en L up. Jongens en meisjes, wat zit er in de broodtrommel van Pip? Dus wil niet, ik wil ruilen. Oh, dus is ze stiekem te ruilen voor droge crackers in plaats van sultanen? De laatste is de leukste. Ja? Hier kan je iets in doen, maar kijk, hier. Maar ik weet niet wat dit betekent. Kijk. Ja, die hebben we gisteren gekocht. Nee, kijk, zo kan je zo is je lang genoeg voor de pen en de potloden. En dan kom je om in te doen. En dan kom je op school en dan plak je hem aan de tafel. Dan zit hij op de tafel. Alleen, dan plakt hij wel. Ja, en dan, oké, okay, top. En dan doe je deze open. Ja, ja, maar dan moet dus eerst deze open. En dan steek je de potloden er zeg maar een beetje uit. En dan heb je een soort van bakje. Hallo! En jouw lievelingskleur is, die doen we gokjes. En blauw. Mijn lievelingskleur is ook blauw. En ook nog een beetje, ja, niet geel eigenlijk. Niet geel. Oké, dus jouw lievelingskleur is blauw, roze en niet geel. Pikachu is toch schattig? Ah, nou, hij kijkt best boos daar hoor. Zo kijk jij ook altijd als je zo gereden bent. Dat bedoel ik. Ja, alleen Pip, één ding. Dat is echt heel slecht. Ik kom er zojuist achter dat we te laat zijn, Pip. Je had al op school moeten zijn. We moeten gaan rijden! Ah. Pip die moet om 8:40 naar binnen toe en het is 8:59, Pip. Oh. Juffrouw, als je dit ziet, sorry. Nee. Eerste dag te laat. Ik ga gewoon niet. Oh, oké. Okay. Ha, juffrouw. Oh. Haast. De brood toch in de mond hier zo. Ja, we hebben haast. Wat wil je nou? Liedje. Wat een liedje? Of moet ik het alleen doen? Ja? Ja, Pip die heeft een nieuw dansje geleerd. Wow, zullen we daar TikTok van maken? Ja? Dat is misschien wel leuk. Nou, maar je hebt echt haast. Oh. Zo, het is meer rugzak dan kind. Oh. Zo, oh, ze valt er altijd toe. Ja, gaat het? Oh, dat moet... pas helemaal niet erin. Ik pas hier niet eens in. Hey, je moet hier ook niet dik zijn. Jongens, deze school is alleen voor slanke mensen. Dat zie je. Nou, even kijken of ik zeg. Oh, het gaat net. Ja. Nou, doei. Veel plezier op school, hè? Nee. Althans, ik loop wel even mee. Pip de bakker. Oh. Oké, zijn jullie klaar voor? Konijn. Nou, we zijn weer thuis aangekomen. Het is heel hectisch, want we hebben nu 3 kinderen op 3 verschillende scholen. Assembly zit hier om de hoek, waar hij altijd al zat. Pip gaat dus naar een speciale school vanwege de spraak. En we hebben nu... Ik ga naar de middelbare. Lekker bezig. Ja. Hoe vind je het om naar de middelbare te gaan? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, het is gewoon, het is serieus, want ik snapte niet. En had jij vroeger zin om school te gaan? Nee, helemaal niet. Helemaal niet naar de middelbare. Maar het is wel tof natuurlijk dat je gewoon naar de middelbare gaat. Maar... We hebben een beetje haast. Ja, alleen... Ja. Dus hier is met een dilemma. Vandaag moet ik zin in mijn boek op te halen. Gaan en wat heb je nodig als je boek op gaat halen? Een tas. Een tas. Ja, maar welk gaan we doen? Ja, ik denk deze. Ik ben deze waar ik op heb. Deze. Ja. Dit was helemaal waterdicht moeten zijn. Ja, ja en het staat er wel op. En levenslange garantie. Dus levenslange garantie. Ja, dat is wel heel handig. Oké, okay, nou. En als er iemand is die veel sloopt in het huis, is hij het wel. Oh.
Maar met ja, je wel. Met spullen die niet van mij zijn, doe ik heel voorzichtig mee. Want, je moet juist andersom. De spullen voor jou weer voorzichtig zijn, die van andere man is wel leuk. Ja, echt wel. Oh. Hij is waterdicht. Dan gaan we wel even testen of die echt waterdicht is. Nee. Dat jawel. Dadelijk is het niet waterdicht. Jawel, ja, dat staat erop toch? Ja, dan zal ik eerst een andere tas pakken. Ja. Oké, deze is dus waterdicht. Dan pakken we even de lievelingstekening van Pip. Steentje buiten. Het is, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het steekt echt verschrikkelijk hier zo. Dit is zo erg, het lijkt net alsof gewoon de mest hier voor ons is gestrooid. Ja. Oké, sorry Pip, het moest van papa. Zo. Nee, het moest van mama. Eigenlijk was het mama's idee hier van zo. Van de geur hier. Ik ga deze hierin doen, echt opnieuw, sorry Pip. Het was niet mijn idee. Oké, dan gaan we deze dicht doen. Wie gaat het water op? Ja, jij. Dan kunnen we jou de schuld geven als hij... Via de achterkant de voorkant. Pip is echt gisteren deze geweest met die tekening. Je heeft ze vol trots aan ons laten zien, aan de visite laten zien. Het staat op beeld dat jij het, gedaan hebt. Maar wacht even. Is het spat waterdicht of... Nee, ja, het stond waterdicht. Ja. Ja, zo, ja, je hebt een zware regenbui. Ja, dit is al... We moeten alles helemaal goed dicht. Oké, nou, we gaan het krijgen. Gewoon folder en ink overheen. Ja. Oh, even een beetje hier, zonder voet wel. Moet er wel even... Jongen, ik ben niet waterdicht. Oké. Hij ziet er aan. Dat ziet er echt heel nat uit. Pip, sorry dat Jesse dit doet. Wat? Ik? Jij, dat was jouw idee, hè? Oké. Heeft het geregend of zo? Nee. Het is gewoon helemaal goed. Hé! Hey. Oh, Pip, ja, kijk. Zie je, Pip? Ik zou dat nooit doen als ik wist dat het... Nee, dat moet je hem niet openmaken. Oh. Daar is hij niet waterdicht. Maar hij was niet overal waterdicht, hoor. Kijk, hè? A few moments later. We zijn een uur verder, maar kijk eens wie er terug is. Ja. Oh, Jesse, kijk eens even. Hoe was het? Heel leuk. Ja? Ik heb nu jouw eigen laptop. Ja, ik heb mijn eigen laptop. Dat is wel vet. Wat is dit dan? Een camera. Camera? Wat gaat hier? Ik weet niet wat het is. Kan je in je neus kijken? Ja, dat is heel raar. Oké, dus de camera ziet ongeveer dit zo. Ja, inderdaad. Oké. Ik weet ook niet wat ik hier aan heb, alsof ik nou... Ja. Hoe moet ik hier op de net? Gewoon niet. Oh, Ramon, ik heb gelijk jouw ding. Hoe heet het? Heet het Brommen? Het sloopt gewoon de hele... Oh my god. Oh, wauw. Dat ziet er echt heel interessant uit, zeg. Mevrouw. Dit is Engels. Oh, Engels? Dat dit is waarschijnlijk een geschiedenis. Ja, dat is geschiedenis. Oh, het staat er boven. Geschiedenis. NASC. Oh, NASC. Leuk. NASC. Wat is NASC? Nask. Oh, Spaans! Ja! Oh. Nog een geschiedenis. Oh, nog meer geschiedenis. Want geschiedenis vind je zo leuk. Ja. Wat is jouw lievelingsvak eigenlijk? Ja, wiskunde en Spaans. Ik wil heel graag Spaans. Oh. Ja, Jesse wil heel graag Spaans leren. Als we naar Spanje gaan verhuizen binnenkort. Biologie. Oh, en over Bambi. Ga je naar de koffieboerderij. Wow. Oh, dat zijn drie boeken. Ah, daar leer je alles over liefdesheersbeestjes. Heel belangrijk natuurlijk, want dat heb je echt nodig verlaten natuurlijk. Ja. Ja, want... Ja. Het is nodig. Ja. Als je een liefdesheersbeestje ziet, dan moet je weten hoeveel millimeter die is. Ja, dat denk je. Ja. Ah, want de embryonale stamcel bestaat dus wel uit huidcellen, zenuwcellen en bloedcellen. Hé. Hey. Wat zijn hazencellen of zo? Geen idee. Voor mensen die ook naar de middelbare gaan, echt succes. Leuk, al die dingen die ik kan leren. Ja. Hij heeft bitterballen brood bij zijn allemaal op. Hij is al die bitterballen. Eén bitterballetje hier zo. Ja, voor dat is het ja. Ja, jongens, ik heb hem net teruggebracht. Maar hier, let op. Je moet eens filmen. Let op, jongens. Kijk, vork. Hier, dan doe je... Let op, hè. Hij is smakelijk eten. Kijk als je hem neerlegt. Ah, dat is echt heel zielig. Als een vork een vriendje, die denkt wat is er gebeurd. Dit is geen vork, maar vork. Nou jongens, kijk eens wie eraan komt. Pipje! Nou, gelijk een groepsknuffel, jongens. Hey. Was het? Goed. Ja, was het leuk goed? Op school? Ja. Want Pip heet de nieuwe juf, ja. Jongens en meisjes. Is ze een beetje lief of is ze zo slecht? Heel lief. Heel ja? Lief, oh, dat is fijn. Zij zei net dat die gaat omhouden. Dat ik bij hun... Bij...
Olivia gaat zitten. Ja, Olivia, want Pip die wil heel graag naast Olivia zitten. Maar je zit nu niet naast Olivia, je zit nu bij anderen. Want die is dat Poolse meisje samen met... Ja. Maya. Met Maya. En hoe is een Pools woordje voor onze Poolse kijkers? Wat is een Pools woordje? Njetak, Dabra. Dabra. En Kochantje. Oh ja, Kochantje. Wat betekent dat voor jou, hè? Oh ja. Oh ja, papa betekent het doei. Beetje raar. Nou, we zijn thuis aangekomen. Jesse die gaat even inloggen. We gaan heel even laten zien wat Jesse allemaal heeft gehaald. E2. Ja. Geen idee. Correct, typen, stilo, correcteur, correcte pen, correcteur, stift, bilografo, corrector. Oh, cool, dat wel hebben. Twee keer. Ja, printstift. Printstift. Rare gummen. Wel gangster. Ja, dit. Ja, oortjes. Alleen, ik ben niet echt van oortjes. Ik ben meer van de koptelefoon, maar ik weet niet of het al mag. Ja, dus laat het weten. Want we hebben hele vette Beats by Dre koptelefoon hebben gezien. Precies. Documentenboek om als er moord wordt gehaald rond school. Nog een klappen. Potloden, kleurpotloden. Allemaal streepjes. Megapel, ja. Pen. Nee, een aardappel. Met erop. Een schaar. Slijpen. Allemaal linealen. En een octopus die aan mijn tas wordt gehangen. Ja. Fineliners. Donald Duck, want daar hou ik van. Oh ja. Gekke deze dingen, omdat het gewoon leuk is om mee te klooien. En nog een ding. En dat was het, denk ik. Jongens en meisjes, ik hoor ze juist de deur open gaan. Het is... Sammy, hier zit naar school. Hoe was het? Leuk, heel leuk. Echt? Ja, ik zit bij de raam. Waarom? Oh, ja, dat is wel leuk. Kan ik naar buiten kijken. Maar, ja, maar dat moet je niet gaan doen, want wat gebeurt als je het van de wel. Moet je niet doen, maar waarom zal die kinderen hier van ons kinderen allemaal bij mijn school toe te gaan? Is het thuis niet leuk? Veel leuker. Oh, toch wel? Maar leren is gewoon leuk, vooral rekenen en buiten leren spelen. Is leuk. Toen ik naar school ging, vond ik leren niet leuk. Hé, hey, maar Jesse die heeft een nieuwe rugzak. Jij hebt nog deze, kijk, want dit is Sam's rugzak. En waar is hij van? Nou, dat hoeft geen nieuwe nog, hè? Want die is eigenlijk echt heel erg vol. Ik wel. Ben je deze niet meer stoer? Nee. Jongens en meisjes, ik ben heel benieuwd. Of hij het op heeft gegeten. Heeft hij het opgegeten, dan wordt hij snoepje, anders wordt hij geen snoepje. Ik doe alle. Hij heeft niet alles opgegeten. Oh! Ja. Sam? Nee, maar kijk. Sam, dat is Sam. Dat was. Hey, weet je wat je zegt? Nee, ja, ik zeg niks. Ik zeg alleen. Helemaal op? Nou, ja, nou helemaal op. Ja, maar boterham is op. Ja? Alleen dit heb ik er zelf bij gedaan. Dus. Dat hebben jullie niet gedaan, dus ik mag zelf bepalen. Ik pak een lekker snoepje. Er is iets heel heftigs gebeurd. Iets echt heel erg heftigs. Ik moet even... Wat is er gebeurd? Kijk dan! Oh, wat is er gebeurd? Ben je de eerste dag gelijk in elkaar geslagen op school? Nee. Wat is... Door de juf, was je stout geweest? Nee! Wat dan? Ik viel! Hoezo val jij? Ik ging een tikketje doen en toen gleed ik uit en toen Moest je huilen? Nope. Nee? Ik deed niet pijn. Zie je, net zo'n bikkel als een vader. En ook nog. En ook hier. Ach. Kijk, je ziet gewoon bloed. Oh, de, gewoon de bloedvlekken. Ja? De bloedvlekken zitten gewoon op haar kleding, jongens. Oh, dat is wel heftig. Ik vond het rustiger toen jullie allemaal school waren eigenlijk. Hé, hey, ik kan niet... Leer het op school of zo. Oh jongens, dat zagen jullie niet hoor. Jesse, ga terug naar school. Die kinderen zijn irritant. Ga maar terug naar school. Ik snap niet, ja, dat wist wel. Waarom zijn die schooldagen niet gewoon lekker 12 uur per dag? Doe je. Nou, wat jullie net zijn. Kappen nou, kijk, gelukkig hebben we Sam. Sam is wel zeer lief. Sam die wil nog even een soort van lifehack met jullie. Als je heel stuk heel lekker vindt en je mag niet zo mee naar school nemen, doe je gewoon dit. Soms moet je ook zelf eten. Ja, oké. Okay. Dus ik weet niet of dit helemaal de bedoeling is. Kijk. Oh, dan doe je die erop. Ik heb een andere boterham. Ja. de leraar denkt, oh, wat gezonde Sam. Hé, dit erop. Ja, nee, ik kom helemaal... Nou, dit was onze back to school haul. Dan noemen ze dat, geen idee wat de haul betekent. Sam, we gaan even door. Die gaan we zo opruimen. Leuk. We gaan morgen weer naar school, als mensen nog gaan naar beneden zijn. Zeg maar, tot de volgende keer. Doei!